Ik ben Jan Robrecht, ambassadeur voor de projecten van de Colibri Foundation. En ik ben momenteel op inleefreis in Benin om de projecten van de Colibri Foundation beter te leren kennen. Dat is een heel secuur werkje dat die dames hier uitvoeren. Ik heb de indruk dat ik het niet zo snel doe. Het is een vormingsproject. Het draait rond de rijstcultuur. En rijst is eigenlijk een vrij nieuw product hier in de streek. En dus die landbouwtechnieken die worden in de landbouwschool Songhai aangeleerd aan onze jongeren. De 127 hectare zijn entièrement occupés. Que ce soit la production végétale et animale. Zij leren ook ondernemerschap, dus zij worden echt opgeleid om business op te zetten. Ja, dus wij zoeken jongeren wel in de omgeving van extreme armoede. Voor hen is een dergelijke opleiding normaal gezien ontoegankelijk. Ja, we merken ook dat het klimaat, de klimaatverandering ook hier een impact heeft. Dank u. C'est le forage ici. Donc sinon, mon oncle a voulu faire le forage. Parce que vous voyez, dans les collines, il ne pleut plus. Pierre heeft 65 meter diep moeten boren om aan water te geraken. Hij heeft water kunnen bovenpompen, maar na een tijdje stopt het weer. En eigenlijk kan hij onvoldoende water bovenhalen om zijn rijstveld voldoende van water te voorzien. Donc là, je vois du piment. Ça, c'est de la tomate. Ça, c'est de l'oignon. Op de boerderij van Pascal Benoux leren onze jongeren op een meer zelfstandige manier wat te experimenteren met de landbouwtechnieken die ze aangeleerd hebben in de landbouwschool Songhai in Savalou. Ik vond het eigenlijk wel mooi dat jongeren hier in die experimenten dat zij ook mogen falen en dat zij daar eigenlijk ook niet voor gesanctioneerd worden. Ik denk dat het loont om aan ecologische landbouw te doen. Men wordt op die manier ook veel minder afhankelijk van producten die moeten aangekocht worden. Ik ben een paysan. Ik ben aan het volgen deze formatie in entrepreneuriat agricole. Dus il faut quand même se lancer dans l'agriculture pour pouvoir trouver à manger, de quoi manger. Quand tu sais faire déjà, tu as ça, tu n'as plus besoin d'aller payer ça ailleurs. C'est toi-même qui cultive, tu manges comme tu veux, tu es à l'aise. En het is wel een verheldering voor mij om met eigen ogen te kunnen zien hoe die mensen het doen, wat hun problemen zijn, waarmee ze geconfronteerd worden.